Dat, het is heel rommelig in deze fase. Omdat er zo weinig ruimte is voor beide ploegen. Kan er ook weinig goede aanvallen. Misschien nu via Roesnak. Burnett mee. Roesnak. Roesnema hier voor het doel. Kieftenbelt, Roesnak. Even wat ruimte. En dan een overtreding. De kans mag verder. En dan is het dus een corner. Roesnak zelf achter de bal. Nu Roesnak. En daar is het doelpunt. Ja, slim ingetikt. En het doelpunt is van Lindgren. De corner waar Vitesse niet staat op te letten. En Groningen wel. Lindgren is attent. En op de juiste plek, op het juiste moment. Van der Heijden. Benovic, balverlies, overname Kieftenbelt. Die kan hem aan Roesnak geven. Die bal is wat hard. Roesnak, en daardoor wordt de hoek te moeilijk. Paas net niet helemaal goed van Kieftenbelt. Oeh, slordige paas van Lindgren. Prepper kan zelf, kan geven. Oh, slechte paas. Ja, die van Kieftenbelt net was niet best, maar dat is helemaal dramatisch. Achter de man. Nog een keer Prepper. Dat schot is voor Pats. Ja, zij het met moeite. Ik denk dat hij nog het meest baalt van die paas die hij gaf. Lenovic. Ruimte voor het schot. Hij kiest voor de paas. Olinik buitenspel. Doelpunt telt niet. Vlag is omhoog. De paas natuurlijk uitermate vrij van Lenovic. De afronding komt bloedig. Maar de vlag is omhoog. En er is geen 1-1. Lekker gegeven op Dix. Labiat. Ineens de voorzet op Traoré en de redding van Pat. Zo is daar vlak voor rust de beste kans voor Vitesse. Die wordt dan opeens heel makkelijk gecreëerd. Bal richting Hoesen. Lenovic. Kazajsvili, Traoré vertrekt en wordt bereikt. Vlag blijft omlaag. Traoré op weg naar 1-1. Oh, tikt de bal te ver voor zich uit. En dus Pat. Kiept een uitstekende wedstrijd. Maar Traoré gaat slordig met deze kans om. Door hier die bal te ver voor zich uit te spelen. Daardoor is er de ruimte voor Pat om ertussen te komen. En dat doet hij goed. Tibli. En de momenten voor Groningen. Mahi. Voorzet naar Hoesen. Hoesen, kan die hem maken? Ja. Hij heeft flink last natuurlijk van Kasia. Maar wat een kans is dit voor Groningen. Daar hangt Kasia aan Hoesen. Prepper kan hem geven op Labiat. Maar Burnett doorziet dat. Roesnak. Goed gespeeld dit. Daardoor worden ook een paar mensen weer weggeleiden. Is Burnett weg. Hoesen, mooi gedaan dit. Sherry. Sherry weer tegen Vitesse. Nee, Room voorkomt dat. Goeie opening van Labiat. Mooie paas. Kazajsvili voor de doel. Traoré, Labiat. Olinik zelf. Helemaal zelf. Ja, dat schot mislukt. Sherry. Dat is risicovol. Dat is heel risicovol. En dat biedt een kans aan Kazajsvili. Maar steeds is dat pad goed uit zijn doel, goed de hoek verkleind en hij heeft de bal. Prutten. Labiat heeft Djurjevic voor het doel, uit het rechtstreeks zelf kan ook. Labiat legt er bij de tweede paal. Oeh, dit is wel een grote kans voor Djurjevic. Lenovic. Daar kan je Kasia, Prutten. Wie krijgt er een kans? Voorlopig niemand. De hoek dan lastig, paal, eigen doelpunt van Pat. Uiteindelijk denk ik dat hij de boek ingaat als eigen doelpunt van de keeper. En dat is wel heel zuur voor de grote uitblinker bij Groningen. Groningen krijgt hem niet weg. Gaat het schot van Labiat op de paal en is het inderdaad een eigen doelpunt. De 1-1 is daar, maar uiteindelijk is dit, hoe zuur het ook is, voor Pat.
een eigen doelpunt. En eindigt het in 1-1. Het had ook 3-3, 4-3, 3-4 kunnen zijn. Een heel leuk duel om naar te kijken. Weer een gelijkspel voor Groningen. En de grote uitblinker aan Groningen zijde is daar uiteindelijk voor verantwoordelijk. Op onfortuinlijke wijze met zijn eigen doelpunt. Maar in ieder geval kunnen ze nu Van der Looij en al zijn mannen echt zeggen dat het vizier volledig daarop gaat waar ze in Groningen al zo lang mee bezig zijn. Met de halve finale van de beker.